leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb even een tussenuurtje nu, dus ik ben even naar huis gegaan. Ik heb even boodschappen gedaan en nu ben ik even lekker thuis. Ik ga zo meteen even lekker inzingen hier, want ik heb straks nog zangles als het goed is. Ik had eigenlijk eerder op de dag zangles, maar mijn docent kon toch niet. Maar ze kon misschien wel later op de dag, dus daar, ja, ik ben even aan het afwachten hoe laat ik dan zangles heb. Maar dat zal ik zo meteen wel horen. Dus ik ga zo meteen even inzingen en dan ga ik straks weer naar school, want ik heb ook nog een les repertoirekennis. En daarna lekker naar huis. Ik ga vanavond niks doen. Dus ja, ik moet nog wat afmaken voor liedinterpretatie, dus dat ga ik vanavond doen. En misschien even beginnen aan mijn vlog editen van vorige week. Dus ja, nu even een tussenuurtje. We hadden heel veel tussenuren vandaag en ik vind dat eigenlijk altijd een beetje vervelend. Want dan doe ik altijd vrij weinig. Terwijl er is genoeg te doen, maar dat doe ik dan gewoon niet. Op de een of andere manier. Dus ja. Nou, ik heb dus net te horen gekregen dat mijn zangles vandaag niet doorgaat. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik heb morgen ook zangles. Ja, een beetje ingewikkeld verhaal, maar ik heb 2 keer in de week nu. Hopelijk gaat het morgen wel door. Dan kan ik morgen in ieder geval wel. Ik heb net wel even gezongen, dus dat was wel weer goed. Heb ik dat in ieder geval wel gedaan vandaag. En ja, nu ga ik lekker naar school. Terug. En volgens mij regent het weer. Ja. Oh, wat irritant. Het regent ook echt weer hard. Ja, misschien dat ik dan toch maar heel even ga wachten. Ik hoop dat het snel stopt. Oh, zo irritant dit. Hey, sorry dat ik niks heb gevlogd gisteren. Tenminste, ik heb een beetje op school gefilmd, maar verder niet. Ja, gisteravond was ik naar een vriend van me en toen, ja, kwam ik gewoon niet in de gelegenheid om te vloggen. Dat wou ik zeggen. Ik ga nu zo meteen naar school en ik weet nog niet wat ik vanavond ga doen. Ik denk dat ik naar huis ga gewoon, want ik ben best wel laat uit. En als ik dan nog naar mensen toe ga om te chillen, dan ben ik echt weer om 1 uur thuis. Maar het zou best kunnen dat ik me bedenk. Dus ik weet het nog niet. Dus dat zie ik vanavond wel. Ik heb nu school tot 6 uur. Dus yes, let's go. Oh, dat kan ik niet. Dit is heel kut. Dit is weer zo'n week dat ik gewoon niet thuis ben en daardoor niet voor jullie vlog en zo stom. Nou, ik heb vandaag in ieder geval heel erg lang les gehad, weer tot 6 en nu ga ik even naar een paar vrienden, even chillen en dan ga ik lekker naar bed daarna. Maar ja, yeah. That's the planning for today. Oh my god, I'm getting famous. Hey, lieve Pamela. Hallo allemaal. Is het allemaal je wijn dat je er bent? Dit is echt. Oh, dit is. Gaan hier een toetje eten. Gaan een toetje. Oh, wat leuk. En dat is nu doen alsof de camera er niet is. Hey. Ja, dikke kus van Pamela Kruis. Morgen weer een andere dag. Dat is echt Pamela Kruis. Hij is goed gezien. Mara. Dat kan niet. Ja, de mens zit, zeg maar hier, hè. Komt iets? We gaan ijs eten. Ik stop er nou. Isabel? Waar ga je straks heen? We gaan straks naar Allstars New School. En wie speelt er niet?
Ja, Jim Bakkum speelt niet. Nee! Dat is echt fucking grappig. En nu de backstage beelden. Okay, hallo, Tik T. Wij zijn Kees en Jorin. Leuk dat je kijkt naar de vlog van Pamela. Daar staat ze. Giant. Oké. Okay. Dit ook weer, hè? Mooi, hier sta ik heel goed op, jongens. Ja, Ja, dus we zijn nu in Antwerpen en iedereen is het allemaal te vreten voor hun leven. En ik zit gewoon casually aan de warme chocolademelk. Houden jullie ook van chocomel en van mij? Zet het onder in de comments. 5, 6, 7, 8. Chatting to be a model. And there is Iwan, he's a real model. Oh my god, they're so famous. Gossips, heeft Pamela Kroes een relatie? Wie is deze jongen? Oh nee, exclusieve beelden. Zo, nou, het is vandaag vrijdag en het is vandaag alweer het laatste schooldagje van de week. We waren gisteren dus naar All Stars geweest, de musical. En ik vond het echt super leuk, super vermakelijk. Het is een ander soort musical, maar ik vond het gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Dus ik heb er echt van genoten en echt gelachen. Dus dat is fijn. En ik ga nu zo meteen dus naar school en dan vanavond weer lekker naar huis. En echt toe aan weekend. Ik ben super moe. Ja, ik ben gewoon echt toe aan weekend. Dus ik ga na school gelijk hierheen mijn spullen pakken en toe houden. Hallo, ik heb net een video opgenomen. En het is trouwens zaterdag vandaag. Misschien moet ik dat even zeggen. Maar goed, ik heb dus net een video opgenomen en... daar ben ik heel blij om. Die ga ik zo denk ik gelijk even editen. Want ik merk gewoon dat ik mijn weekenden moet gebruiken om aan YouTube te werken. Want door de week heb ik daar gewoon 0,0 tijd voor. En mijn vlogs komen de laatste tijd gewoon elke keer te laat online. Werk van baal. En daar ga ik gewoon verandering in brengen. Dus ik moet gewoon in het weekend meer doen aan YouTube. Want in het weekend heb ik daar in principe ook tijd voor. Dus ja, ik ben heel blij. Ik heb net vanmorgen ook al een video geëdit die morgen online komt. Dus die staat al online als jullie dit zien. Dus ga het kijken. Ik zit lekker op bed. Wie is de mol te kijken? Wij hebben een Ziggo Go abonnement. Dus daarmee kan ik gewoon tv kijken via de laptop. Dus dat is echt mega chill. Ook in Tilburg gebruik ik dat altijd. Wij hebben ook geen tv abonnement. Wij kijken gewoon via dit. Dus dat is mega fijn. Maar ik ben heel benieuwd. Want vorige week was dus Evie eruit gegaan. En daar had ik op gestemd in de app. Dus please, laat het nu niet weer gebeuren dat er iemand afvalt op wie ik mijn punten heb ingezet. Ja, ik weet nog steeds niet wie de mol is. Ik ben er gewoon niet over uit. Voor de mensen die het ook kijken, wie verdenken jullie? Want ik weet het gewoon even niet meer. Yes, ik ben echt blij, want ik had mijn punten ingezet op Sarah en Rick Paul. En die zitten er allebei nog in, dus mijn punten zijn verdubbeld. Vorige week was ik punten kwijt, dus ik ben blij dat ze nu zijn verdubbeld. Ja, ik vind het nu wel heel spannend worden, want ik heb nu 3 mensen die ik verdenk. Ik twijfel heel erg tussen Sarah, Merel en Evelien. Ik weet niet, ik denk dat het een vrouw is, de mol. Ik weet niet, ik voel dat gewoon. Misschien heb ik dat helemaal fout. Maar dat zijn nu een beetje mijn 3 verdenkingen. En nu weet ik even niet meer welke punten ik deze week ga inzetten. Maar daar ga ik nog een weekje over nadenken. Dat doe ik wel ergens donderdag of vrijdag. Dus spannend. Hoi! We zijn in de parkeergarage, want we zijn in Amsterdam. Want we gaan vandaag naar de première van Aladdin van Theater Terra. En ik ben heel benieuwd. Het is wel voor kinderen, volgens mij. Ja, het is vanaf 6 jaar. En jij bent ook mijn kind? Het is samen met mama. Vanaf 6 jaar, dus het is wel... Volgens mij wel echt een kindervoorstelling, maar ik ben echt misschien ga je later zeer benieuwd. Nou ja, lijkt me oprecht leuk. Ja, dus superleuk. Altijd leuk om naar te kijken. Maakt niet uit wat voor theater. Dus leuk. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. En ik wilde nog even zeggen wat ik van de voorstelling vond. Hij was zeer leuk. Het is wel echt een kindervoorstelling, zoals ik al zei. Maar het werd echt super goed gespeeld, werd goed gezongen. En het was gewoon vermakelijk, hè, mam? Ja, superleuk. Mama vond het ook leuk. Vond het ook leuk. Dus als je nou nog met je kleine broertje, nichtje, neefje, zusje, whatever, naar een musical wil,
dan heb ik hier een aanrader. Joejoe. Nou, het standaard vlogbeeld in Tilburg in mijn pyjama is er weer. Ik ben dus weer lekker in Tilburg en ik heb net iets leuks gedaan. Of tenminste, ik ben er nog niet over uit of ik dit ga laten. Want ik vind het misschien een beetje te druk. Maar ik heb iets aan mijn kamer veranderd. En ik denk dat ik er gewoon even aan moet wennen. En het is ook nog niet af, want ik wil er meer bij. Maar ik zal het even laten zien. Wacht. Nou, dit is dus wat ik heb gedaan. Ik heb hier een collage gemaakt van allemaal posters. Maar dat zit dus naast mijn kleding, zeg maar. En ja, mijn bedoeling was dan zeg maar om het helemaal zo vol te doen, die hele muur. Maar ik denk dat ik het een beetje te druk vind. Dus daar twijfel ik nog een beetje om. Maar ja, ik vind het ook wel weer heel erg leuk. Ik zit er misschien aan te denken om dit dan misschien daar te doen. Omdat ja, hier is het al best wel druk door mijn kleding en zo. Maar nou, daar heb ik nu in ieder geval geen zin in. Dus ik laat het nu eventjes zo. Maar misschien dat ik het later hier ga doen. Maar ik weet het niet. Want ik vind het wel heel erg leuk. Maar ja. Nou, en dan ga ik bij deze de vlog afsluiten. Ik heb helemaal rode wangetjes omdat het best wel warm is hier binnen. Maar goed. Ja, ik hoop dat jullie deze weekvlog weer leuk vonden. En ja, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!